Oké, dank u wel voor een tip. Goeie tip, la la la. Heel goeie tip. Dus nu nog de tekst. Ik vind die tekst niet zo goed. Wie kan er goede teksten schrijven in Vlaanderen? Klaas van Evgeny. Evgeny, Als ze lacht, mooi nummer. Dat is al direct in de top 1 of op de top 2 van de top 100. Direct op nummer 2. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat heel mooi. Klaas, vertel ik je, want dat was precies of dat jij zo slecht gezind was en dan ineens komt die vrouw binnen en dan klaarde de hemel open of zoiets. Ah, maar ja, dat ik dat zeg, vind, ja, dat is zo, ja. Gewoon massa's pist. En ineens, je vindt, mijn wuf kwam binnen. En ze zei van, ja, maar wat schijt er dan moet? En wat weet ik dan niet, vind, ja, weet ik veel, ja. En ineens boest ik er zo ook aan en ja, als ze lacht, gaat de hele hemel open. Na te kwamen en de troepen, te zijn machten, als ze lacht. Het nummer wat klaar, ja. Nee, ik weet het. Dat is toch de imitatie niet van Klaas Delru? Ik weet het. Maar dat is om te tonen, om het contrast te duiden, dat je voor bepaalde nasale imitaties eigenlijk een hulpstuk nodig hebt. Want als ze lacht, is het even wereldvrede. Is de laatste strijd gestreden. Het is echt machtig als ze lacht. Als ze lacht. Waar ik uren in de zon, wou dat ik dat voor haar kon. Wat zij voor mij doet, als ze lacht, lacht, als ze lacht. Dank u wel. Maar eigenlijk De meest voor de hand liggende tip, de meest bruikbare tip ook, is de tip dat ik gekregen heb van Piet Godard, alias Oorzaak Henry. Ja, en Oorzaak Henry zei: ja, kijk, Guga, je moet je zorgen dat je een eigen overstandbaar maakt. En toen hebben we een vreemd nummer, ja. Zo'n moefie moefie zeggen tegen mij. 1, 2, 3. Moefie moefie. Allemaal.